Hoi, leuk je weer te zien! Ik hoop dat je klaar bent voor weer een nieuwe Leer het Lekker Zelf. Heb je het al gehoord? Lisa heeft een ongeluk gehad met haar skateboard. Nu zit haar been in het gips. Zullen we op ziekenbezoek gaan in het ziekenhuis? Klik maar op je naamplaatje. Als dit de eerste keer is dat je Leer het Lekker Zelf speelt, klik dan op de ster. Ga maar mee naar Lisa. Ze wil ons iets laten zien. Kom mee, er is veel te doen. Hoi! Welkom in het ziekenhuis. Moet je mij nou zien? Ik heb een ongelukje gehad. Ik heb een bot in mijn been gebroken. Auw! Ik was een kunstje aan het oefenen op mijn skateboard. Het ging eigenlijk al best goed. Toen vloog ik de lucht in. Ik kwam heel ongelukkig op mijn been terecht. Oh! Ik had wel mijn kniebeschermers om, maar ik raakte toch gewond. Gelukkig was mijn vader in de buurt. En die heeft me snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar hebben ze een röntgenfoto van mijn been gemaakt. Kijk, daar hangt die. Op de foto kun je mijn gebroken bot zien. Eerst moest het bot op zijn plaats worden gezet. En toen kreeg ik dit roze gips om mijn been. Nu kan ik niet meer rennen met mijn vriendjes. Ik verveel me zo. Ik ben blij dat jij bij mij op bezoek komt. Maar waar zijn mijn andere vriendjes? Ze zijn zeker lekker buiten in het park aan het spelen. Het is niet eerlijk. Hoi. Hoi Lisa. Hoera! Ik krijg nog meer bezoek. Hoe gaat het met je? Het gaat al beter, maar ik verveel me zo en ik heb zo'n jeuk bij mijn enkel, maar door het gips kan ik niet krabben. O, oh, jeetje, ik heb wat stripboeken en een leuke kaart voor je meegebracht. Daar word je vast vrolijk van. En ik dacht dat je misschien ook wel een paar worteltjes zou lusten. Oh. Hallo, hoe gaat het met je been, Lisa? Het gaat al wat beter, Olly. Olly en ik hebben van harte beterschapskaarten voor je meegebracht. Ik heb ook mijn, ste mijn, mijn stetoscoop bij me. Dan kan ik kijken hoe het met je been is. Ik heb ook wortels voor je meegenomen. Ik heb ook wortels voor je. En een paar leuke spelletjes. Kunnen we gezellig samen spelen? Hartstikke bedankt. Dat is heel lief van jullie. Leuk hè dat ik zoveel bezoek heb. Klik maar rond hoor, er is van alles te zien. Je kunt ook op ons klikken om onze spelletjes te spelen. <lacht> <lacht> Ik ben dol op Frit de Kikker. Hoe gaat het met de patiënt, dokter? Haha. <laughs> Gelukkig hebben mijn vriendjes schoolboeken meegebracht. Zo mis ik niets van alle letters en woorden die ze in de klas leren. Ik ken een leuk woordspel. Het gaat over korte woorden die verstopt zijn in langere woorden. Klik op mij en zoek het woord. Wie er het eerst is? Hoi, ik hoop dat mijn been gauw beter is. Dan kan ik weer lekker met mijn skateboard spelen. Mijn vriendjes hebben hun naam op mijn gips geschreven. Wil je een leuk gipswoordenspel spelen? Er komt een lang woord op het gips. Jij gaat op zoek naar een kort woord in het lange woord. Ik vertel je iets over het woord dat ik zoek. Als je het woord ziet, klik dan op de letters. Oké, okay, ik zal het spel uitleggen. Hier is het woord plaatsen. Jij moet in dit woord een woord van vier letters zoeken. Het is niet vroeg, maar zie je het? Het is het woord laat. Je hoeft alleen maar op de letters van het woord te klikken. Kijk, zo. Als je zes korte woorden vindt, geef ik je een puzzelstukje. Voordat je begint, wil ik weten hoe goed je bent met woorden. Als je goed bent met woorden, klik dan op de blauwe knop. Maar als je een supergeniale woordzoeker bent, klik dan op de oranje knop. Oké. Oké, okay, spelen maar. Hier zie je het woord. Proberen. Kijk goed. Zie je een woord met vier letters? Hij bedient in een restaurant. Ober, goed zo. Ga door. Hier zie je het woord. Klontje. Kijk goed. Zie je een woord met vier letters? Aan het vuurwerk zit. Puntje, puntje, puntje. En daar kun je het mee aansteken. Goed zo! Van welk woord moet je twee letters afhalen en dan krijg je er één? Steen. <laughs> Ga door! Hier zie je het woord plaatsen. Kijk goed! Zie je een woord met vier letters? Het is niet vroeg, maar laat. Goed zo! Hier is nog een woord. Hier zie je het woord. Slangen. Kijk goed. Zie je een woord met vier letters? Het is niet kort, maar. Lang. Goed zo! Hier is nog een woord. Hier zie je het woord. Prachtig. Kijk goed. Zie je een woord met vier letters? Zoveel poten heeft een spin. Acht. Je hebt hem! Oh, jij bent een echte woordenkampioen. Hier is nog een woord. Hier zie je het woord sproeten. Kijk goed. Zie je een woord met vier letters? Het komt uit de schoorsteen en het is zwart. Roet. Goed zo. Geweldig. Je hebt alle korte woorden in de grote woorden gevonden. Omdat je zo'n goede woordenspeurneus bent, verdien je een puzzelstukje. Nog een keer spelen? Klik op het been als je nog een keer wilt spelen. Of klik op de thuisknop om terug te gaan naar de anderen. Welkom bij de puzzel. Heel veel plezier. Kijk, een puzzelstukje. Kijk goed waar het puzzelstukje hoort. Klik en sleep het naar de goede plek. past precies. Je moet nog een puzzelstukje vinden. Je moet nog drie puzzelstukjes zoeken. Hoi, wat leuk dat je weer op bezoek bent naartoe, want ik heb mijn been gebroken. We hebben zo leuk buiten gespeeld. Jammer dat je niet bij was, Lisa. Het is mooi weer en er is kermis in het park. Tim, dat is niet aardig. Het is niet leuk voor Lisa om te horen hoe leuk het is geweest. Mm, geef niet mis. Ik ben vast snel weer beter. We hebben onze namen op Lisas gips geschreven. Ja, het ziet er leuk uit. Ik heb er ook dieren op getekend. En ik heb er mooie bloemen op gezet. Ik heb een skateboard getekend. Dat vindt Lisa zo leuk. Oh. Tim, je weet toch dat ze haar been heeft gebroken door haar skateboard? Oh ja, oeps. Sorry, Lisa. Geef niet, Tim. Als mijn been weer beter is, ga ik gewoon weer skateboarden hoor. Ik zal jullie laten zien dat ik er niet bang voor ben. Zul je wel voorzichtig zijn dan? Mm, ja, ik zal geen gekke sprongen meer maken. Ik zal je even onderzoeken, Lisa. Ik heb mijn stethoscoop bij me. Hmm. hmm. Wat is er, dokter Olly? Ik hoor Lisa's hartslag niet. Nee, natuurlijk niet, Olly. Haar hart zit niet in haar arm. Terwijl dokter Olly mij onderzoekt, kun jij op onderzoek gaan in het ziekenhuis. Je kunt ook onze spelletjes spelen. Van harte beterschap, Lisa. Als je gaat skateboarden of skilleren, moet je altijd bescherming dragen. Kruip nu niet in je schu. Kom je, mijn. Hoi, we hebben goed nieuws. De dokter heeft gezegd dat Lisa over een paar dagen naar huis mag. Mijn been zal nog in het gips moeten blijven. Maar je kunt wel lezen en met je speelgoed spelen. En mijn moeder zal goed voor me zorgen. Dan krijg ik bekers heerlijke chocolademelk. Hm. Wat is dit voor een kaart, Lisa? Het lijkt wel op een grafiek. Het is inderdaad een grafiek, Tim. Daarop kun je zien hoe het met me gaat. En Tim, hoe gaat het met Lisa? Ik weet het niet zeker. Maar ik denk dat Lisa groter wordt. Groter? Ja, de lijn gaat steeds maar omhoog. Over een paar dagen stoot je je hoofd aan het plafond. Nee, Jotim. De grafiek laat zien hoe gezond Lisa is, niet hoe groot. Dat wist ik wel hoor. Heel erg bedankt voor jullie bezoek en voor de kaarten en voor de wortels. <gijen> ik was best een beetje verdrietig, maar jullie hebben me weer blij gemaakt. Nu word ik vast heel snel weer beter. Heb je zin om een van onze spelletjes te spelen? Waar wacht je dan nog op? Lisa heeft haar been gebroken met skateboarden. Gelukkig droeg ze haar helm, elleboogbeschermers en kniebeschermers. Anders was het allemaal misschien nog wel erger geweest. Sommige dieren dragen ook bescherming. Klik op mij als je dieren met schild wilt spelen. Kruip nu niet in je schulp, kom mee! Hey, hallo. Lisa is van haar skateboard gevallen. Ze heeft haar been gebroken. Gelukkig droeg ze haar helm en kniebeschermers, anders was ze er misschien nog wel erger aan toe. Sommige dieren hebben een schild om zich te beschermen. Je ziet ze in mijn gepantserde dierenspel. Je moet zoveel mogelijk dieren vinden die zichzelf beschermen. Je moet echt heel goed kijken, want sommige dieren hebben zich verstopt. Of ze verschuilen zich in hun schild. Als je een dier met bescherming ziet, klik er dan op. Als het een goed antwoord is, komt een dier tevoorschijn. Je moet op zoek naar acht dieren. Als je ze allemaal vindt, geef ik je een puzzelstukje. Oké, okay, ga ze maar zoeken. Goed gezien, je hebt een kreeft gevonden. De kreeft is goed beschermd onder zijn sterke schild. En zijn enorme klauwen zijn nog het best beschermd. Kun je er nog één vinden? Hebbes, je hebt een gordeldier gevonden. Het schild van dit dier bestaat uit allemaal stukjes. Als een gordeldier bang is, rolt hij zichzelf op. Het schild zit dan aan de buitenkant en de kop en de poten zijn veilig opgeborgen. Kun je er nog een vinden? Je hebt er een gevonden. Je hebt een krokodil gevonden. Hoe noem je het achterwerk van een krokodil? Een krokobil. De schubben van dit enge dier zitten dicht op elkaar. Zo heeft hij een enorm schild. Zelfs zijn tenen zijn beschermd. Kun je er nog een vinden? Goed gezien. Het is een egel. De stekels van een egel zijn hele stevige haren. Een egel heeft geen stekels op zijn neus, been of buik. Als het gevaar dreigt, rolt hij zich op tot een stekelige bal. Hij komt pas weer tevoorschijn als hij zich weer veilig voelt. Je moet er nog vier. Hebbes, het is een slak. Hoe heet een gepantserde pad? Een schildpad. De slijmerige slak draagt zijn huisje op zijn rug. Hij beweegt langzaam en verstopt zich in zijn huisje als er een vijand in de buurt is. Je moet er nog drie zoeken. Je hebt er een gevonden! Je hebt een hagedis gevonden! Deze enge hagedis is helemaal bedekt met scherpe punten. Hij leeft in de hete woestijn. Zijn schild zorgt er ook voor dat hij niet te veel water verliest. Kun je er nog een vinden? Hebbes, je hebt een stekelvarken gevonden. De stekels van een stekelvarken zijn eigenlijk hele stevige haren, ze zitten losjes aan zijn staart. Als er een vijand in de buurt komt, zwaait hij met zijn staart. De stekels blijven dan vastzitten in de huid van de vijand. Je hoeft nog maar één dier te vinden. Je hebt er een gevonden. Je hebt een duizendpoot gevonden. Het lijfje van een duizendpoot bestaat uit heel veel kleine stukjes. En elk stukje heeft twee poten. Als een duizendpoot uit het ei komt, heeft hij nog maar drie paar poten. Maar als hij volgroeid is, wordt zijn schild groter en krijgt hij meer poten. Soms wel meer dan vijftig paar. Gefeliciteerd, je hebt ze allemaal gevonden. Je verdient een puzzelstukje. Klik op het plaatje als je nog meer dieren wilt zoeken. Of klik op de thuisknop om terug te gaan naar de vriendjes. Hoi, hier is een nieuwe puzzel. Kijk, een puzzelstukje. Kijk goed waar het puzzelstukje hoort. Klik en sleep het naar de goede plek. Goed zo, je moet nog een puzzelstukje vinden. Je moet nog twee puzzelstukjes zoeken. Op de röntgenfoto kun je zien waar Lisa haar bot heeft gebroken. Mijn spel gaat over waar de botten en organen in je lichaam zitten. Klik op mij om mijn spel te spelen. Kom met me mee. Hoi, welkom bij mijn spel over het lichaam. In dit spel moet je organen en botten op de juiste plaats in dit lichaam plaatsen. Je hebt meer dan 200 botten in je lichaam. En ook een heleboel organen, zoals je hart en je hersens. Je organen hebben allemaal een andere taak. Leg jij de juiste onderdelen van je lichaam op de juiste plaats, dan vertel ik je wat ze doen. Je moet erachter komen waar de verschillende botten en organen horen. Kijk goed naar de vormen van de botten en organen. Ze passen precies in de lege vormen in het lichaam. Klik erop en sleep ze naar hun plaats. Als je alles in het lichaam hebt gesleept, geef ik je een puzzelstukje. Ga je gang, sleep het eerste lichaamsdeel naar zijn plek. Zo ja, dit is een deel van een ruggengraat. Je ruggengraat bestaat uit heel veel kleine botten. Die verbinden je hoofd en je billen met elkaar. Nu een ander deel. Knap hoor, dit zijn je darmen. Het eten gaat via je maag naar je darmen. Alle goede dingen worden eruit gehaald. En die worden dan ergens anders in je lichaam gebruikt. Zet het lichaam maar in elkaar. Pas precies. Dit is een van de botten van een arm. Dit bot noem je een opperarmbeen. <laughs> Grappig hè? Een been in je arm. Ga zo door. Heel goed. Dit zijn de hersenen. Die gebruik je om te denken. Je hersenen besturen je hele lichaam. Je grootste orgaan is je huid. Wist jij dat de huid het grootste orgaan van je lichaam is? Echt waar? Knap hoor! Dit is een van de botten van een been. Het bot boven je knie heet het dijbeen. Het is het langste bot in je lichaam. Zo ja, dit zijn de longen. Als je inademt, gaat er lucht naar je longen. Pas precies, dit is een kaakbeen. Je gebruikt het om voedsel mee te kouwen. Heel goed, dit is de maag. De maag maalt het eten in hele kleine stukjes. Klaar, het lichaam is af. Omdat je zoveel over je lichaam weet, krijg je van mij een puzzelstukje. Wil je het spel nog een keer spelen? Klik op het lichaam als je nog een keer wilt spelen. Of klik op de thuisknop om op bezoek te gaan bij Lisa. Welkom bij de puzzel. Kijk, een puzzelstukje. Kijk goed waar het puzzelstukje hoort. Klik en sleep het naar de goede plek. Past precies. Je moet nog een puzzelstukje vinden. Je hoeft nog maar één puzzelstukje te zoeken. Snel, ga terug naar het ziekenhuis en klik op Tim. Op Lisa's grafiek. Ik heb een spel met zieke getallen. Ze hebben jouw hulp nodig om beter te worden. Je kunt ze helpen met tientallen en eenheden. Klik op mij. Om mijn spel te spelen. Kom mee, dan gaan we getallen onderzoeken. Hoi! Ach, kijk eens! Dit getal voelt zich niet lekker. Zullen we het beter maken? In dit spel leer je dat getallen bestaan uit tientallen en eenheden. Als jij weet uit welk tiental en welke eenheid een getal bestaat, dan wordt het getal weer beter. Als je acht getallen beter maakt. Dan krijg je van mij een puzzelstukje. Maar eerst wil ik weten hoe goed jij met getallen bent. Als jij alles weet van getallen tot en met 49, klik dan op de blauwe knop. Maar als jij alles weet van getallen tot en met 99, klik dan op de oranje knop. Oké, okay, ik zal het spel uitleggen. In het ziekenhuisbed ligt een ziek getal. Aan het voeteneind staan tientallen. Dit is het getal 24. De 2 in 24 staat voor het getal 20. Je moet dus op het getal 20 klikken. Dan zie je de eenheden op het voeteinde. De 4 in 24 staat voor het getal 4. Klik dus op het getal 4. Makkie toch? De patiënt is beter en mag vertrekken. Oei, 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 oei. Nu jij. Ach, kijk eens naar dit zielige getal. Klik op het tiental in dit getal. Perfect! Kijk goed en klik op de eenheden in dit getal. Ja! Dit getal ziet er niet al te best uit. Kijk naar de getallen op het bed. Klik op het tiental dat bij dit zieke getal hoort. Natuurlijk! Kijk goed en klik op de eenheden in dit getal. Goed zo! Ziet er verdrietig uit. Klik op het tiental in dit getal. Kijk. Perfect. Champy, dit getal ziet er verdrietig uit. Kijk naar de getallen op het bed. Klik op het tiental dat bij dit zieke getal hoort. Natuurlijk. Kijk goed. En klik op de eenheden in dit getal. Goed zo. Kijk naar de getallen op het bed. Klik op het tiental dat bij dit zieke getal hoort. Perfect! Kijk goed en klik op de eenheden in dit getal. Ja! Oei, 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 oei. Het is ziek! Zie je deze beroemde plekken? Kijk, een puzzelstukje. Kijk goed waar het puzzelstukje hoort. Klik en sleep het naar de goede plek. Goed zo! Geweldig! Dit deel van de puzzel is klaar. Klik maar rond en kijk wat er gebeurt. En in de volgende Leer het Lekker Zelf zijn weer vier puzzelstukjes verstopt. Weet je zeker dat je met leren het lekker zelf wilt stoppen? Klik op de groene knop om te stoppen. Klik op de rode knop om door te gaan. Tot ziens!